Yo, Nintendo fans! Welkom bij aflevering 5 van Nexomon. We zijn in een spookdorp met allemaal blauwe spoken. Zij waren in hun vorige leven misschien wel Smurf. En wij zijn op zoek naar de dief. Ik heb geen idee waarom ik zo praat. Geen idee. Ah, kijk. Allee, daar is de dief. Pak hem! Oh, het is een vrouwtje. Het is Hanna. En Hanna zegt, volg je me helemaal hier naartoe? We willen onze brief terug, dief. En Hanna zegt, ik ben geen dief, ik heet Hanna. Moeten jullie niet gewoon tegen Titans vechten of zo? Dit is mijn brief, ga weg. Battle. Oké. Okay. Tegen Croncho. Dat is niet chill met Ribombo. Mara, jij moet dit doen. Die Croncho is wel vet trouwens. Is wel even een dikke gekke draak, jongen. Ik wil die ook hebben. Een soort van waterdraak. Oké, wat is dit? Lofinu. Maak hem kapot. Ik moet gaan wisselen, jongens. Griff! Let's go! Jij bent een van mijn beste Nexomon. Lekker, man. Nu tegen Worm. Wat is dit voor gekke? Oh, man. Griff, je bent de baas, jongen. Je sloopt gewoon deze Worm. Dit is een soort van... hoe heet hij ook weer? Een soort van Morpeko. Deze heeft ook twee gezichten. Pump Fury! Oh, die is not very effective. Maar ik heb hem alsnog kapot, volgens mij. Oh my god. Croncho maakt even mijn Griff kapot. Dan wordt dit een probleem, denk ik. Let's go, Electric Storm. Oh, klap hem. Nu even wisselen naar Noki, denk ik. Ah, lekker Noki. Scratch. Ah, hij heeft nog 6 HP over. Lekker, doe dit. Doe dit, Noki. 6 HP. Ja, hoppakee. Croncho is weg. Maar die Croncho was vet, man. Alleen Griff krijgt nu geen XP. Dat vind ik wel een beetje jammer. Ribombo gaat naar level 13. Mara gaat ook naar level 13. En die leert Thornstorm eindelijk een nieuwe aanval. Yes! Oké, maar dief, sorry dat ik je op de grond heb laten huilen. Ik zeg dat je betaalt, zegt ze. We hebben dus nu de brief gevonden. Meneer, ik heb de brief van de dief. Yay, jij hebt het weer. Hey, Hanna heeft het gestolen. Hanna, wow, wat een coincidence. Wat een toeval. Dat is de naam die op de brief stond. Het was dus echt gewoon de brief van Hanna. Gast, wat doe je nou? Dus nu moet ik het weer terug gaan geven aan Hanna. My god, dit wordt inderdaad awkward. Hanna, hier is je brief. Hanna wil niet meer praten met mij. Hier is je brief, Hanna. Thanks. Oké, ja, we moeten weg. Dit was het. We krijgen 250 muntjes, Barry Antipotion en een Revivie. Dit was wel een beetje een nutteloze quest. Dus even kijken wat ik in dit dorpje nog meer kan vinden. Kijk, kissu. Elektrisch fluitje. Ik ga echt door al die huisjes in om items te plunderen, hè. Dit voelt niet oké. Dit voelt een beetje als wat die mafkezen nu in heel Nederland aan het doen zijn. Oh, oké. Dit ziet er echt onheilspellend uit. Gewoon een dikke begraafplaats hier. Waar gaan we allemaal naartoe, joh? Oh, we gaan even minen, jongens. Gewoon keihard shard minen. Lekker. Hallo? Wow! Folly Curse. Ziet er sick uit. Ik heb niet zo heel veel Nexo-trappies meer. Dat is wel jammer. Ik moet binnenkort maar weer eens even Nexo-trappies gaan kopen ergens. Pak hem! Ah! Ik ga mijn grape voeren. Eens even kijken wat dat doet. Oh, hij vond het niet heel erg lekker. Ik krijg ook gelijk klappen. Jongen, jongen, man. Doe zo mijn best. Ik geef je eten. Het is nog niet goed. Ja, kijk, nu is het wel goed. Oké, cool. Hij is wel level 11. Maar ik vind mijn team te leuk nu. Ja, maar eigenlijk moet Loom of Ribombo nog weg. Want ik heb nu 2 vuurtypes. Ik vind Ribombo wel echt goed trouwens. Ik denk dat ik Ribombo wel wil houden. Maar Loom, die is zo leuk. Hé, kijk eens. Weer een kissie. Plantfluitje. Holy moly. Ik ga even vechten met een trainer. En die heeft deze Nexomon. Baktool. Hé, die heeft ook ogen van unknown, jongen. Oh my gosh, dat was een behoorlijke critical hit. Nu mist hij me, dat is chill. Oké, dan raak ik hem weer. Nu heb ik een critical hit. Pak hem! Lekker! Wow, 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 wat heb je allemaal? Karkaros? Jij hebt super sick een Nexomon. Oké, Loom, nu mag jij. Incinerate! Oeh, ja, dat gaat wel hard. Haha, deze heet Everade. Oftewel, bang. Ja, dat vind ik een leuk nickname. Oké, lekker bezig, Loom. Dus vuur is super effectief tegen spoken. Ja, oké. Ja, misschien houden we gewoon Loom en Ribombo allebei in ons team. Trouwens, jongens, doe weer even een duimpje omhoog als je dit een vette serie vindt. Want dan weet ik dat ik door moet gaan met deze serie. Ik vind het echt een hele leuke game. We wachten natuurlijk op Super Mario 3D World. Wow, wacht even. Waar ben ik nu? Wat is dit? Wat? Wat is dit voor een gigantische kookpot? Oh, hij heeft hier echt super goede potions en zo. Maar die zijn echt knijten duur. Ik kan wel 2 ultra revives kopen. Dat is misschien wel handig. Nee, dit is echt knijten duur allemaal, jongens. Hier heb ik allemaal geen geld voor, joh. Volgens mij ben ik echt ergens naartoe gegaan waar ik niet eens naartoe moet. Ofwel, moet ik wel hier naartoe? Wat is dit? Wat is dit hier, joh?
We hebben een Spectar Companion. Oh, we kunnen een follower pakken of zo. Kijk hier, deze kunnen we als volger aanzetten. En dan komt hij blijkbaar gewoon achter me aanlopen of zo. Hebben we hier dan ook daadwerkelijk wat aan of is het alleen maar voor de fun? Wow, Medusa. Dit is gewoon een Medusa Nexomon. Die is ook sick. Even kijken of ik die in een Psycho Nexo Trap kan vangen dan. Let's go, let's go, let's go. Ja, deze was ook cool, man. Maar ik ben eigenlijk super blij met mijn team. Laat even weten welke Nexomon jullie vinden dat in mijn team moet. Want ik heb eigenlijk totaal geen idee welke er goed zijn en welke er slecht zijn. Oké, we zijn terug in het dorp. Ik weet niet wat hier is. Ik denk dat hier een boss battle gaat zijn straks. Maar we kunnen hier nu nog niks doen. Waarom zijn hier spoken? Ik heb geen idee. Hé, we hebben hier een andere companion, Dayam. Ja, die is nog leuker. Dit is een vleermuis. Ik heb nu een zoobed achter me hangen, jongens. Maar we moeten even de juiste persoon vinden in deze stad. Dus even kijken wat voor Nexomonnetjes er hier allemaal in het gras zitten. Wow. Deze vind ik eigenlijk ook best wel vet. Ah, maar ik maak hem kapot. Nee. Ah, ik had hem willen vangen. Die was super vet. Nou, misschien komen we hem nog een keer tegen. What? Wat is dit? Dit is gewoon bijna een Zacian of Zamazenta-achtige Pokémon, jongen. Yo, deze is wel sick. Deze moet ik wel even pakken, man. Alleen, ik ga een beetje voor die cute Nexomon. Ik ga vooral voor leuke Nexomon en niet per se voor de allerstoerste. Dit is Foxdra. Hij is wel echt sterk, volgens mij, man. Nou, ik weet het niet meer wat ik moet doen. Nou, nog even niet, nog even niet. Het nadeel is ook dat je gewoon echt niet weet welke Nexomon er goed zijn en welke er slecht zijn. Oké, wat hebben we nog meer? Een Auga. Gotta catch them all. Nexomon. Nou, we hebben hem in ieder geval gevangen. Maar deze gaat niet in het team. Ik ben echt zo benieuwd welke Nexomon jullie vet vinden. Kijk hoeveel er ook zijn, man. Ik kom er echt continu hele andere tegen. En ik had misschien even nu moeten wisselen of zo. Volgens mij is deze wel aardig sterk, trouwens. Misschien moet ik gewoon een keer op internet op gaan zoeken welke Nexomon er nou echt goed zijn. Ah, nee. Doe nou niet zo. Kom gewoon. Niet meer die bombo kapot maken, toppie. Oké, we gaan even weer in nieuwe huisjes kijken. Hoi, wat is er met jou aan de hand? Zij is een beetje bang voor de spoken volgens mij in deze stad. Pak hier even een elixert. Hallo mensen, waarom zijn jullie hier de weg aan het versperren? Er is een tyrant daar verderop. En ik mag er niet door. Laat me er door, joh. Ik kan jullie toch helpen? Yo, meneertje. What up, man? Hey, wie is dat? Je mag niet naar binnen bij Elisa's Manor. En er wordt gevraagd, Elisa, is dat de psychic van deze plek? Mevrouw Elisa heeft me gezegd dat alleen mensen die haar geheime nummer kennen hier naar binnen mogen. Het is een getal tussen de 1 en de miljoen en we moeten hem raden. ja, dit. Dit is het geheime nummer. 9513837. We hebben het goede nummer. Hey. We mogen naar binnen. Nice. Ja, het nummer stond al klaar. Ik weet niet, maar misschien zijn wij wel die psychic. Jeetje, man. Ziet er wel een beetje eng uit hier. Wat ligt hier allemaal? 20 muntjes? Wat is dit? Het is een beetje stil hier, zegt Coco. Het is een beetje te stil hier zo. Oh, is dit Elisa? Yo. Ben jij mevrouw Elisa? Hallo, Rikachu. Ik verwachtte jou en je huisdier al. Dit is Elisa, de beste psychic in de wereld. Elisa die zegt, ja, maar ik wist dat jij dat nummer zou gaan raden. Je wilde Tyrant van het licht vinden. Iemand wilde jou ontvoeren. En je speelde op de Nintendo Switch. Nou, dat heb je goed gezien, Elisa. En Elisa zegt, je weet alles van de Tyrant van het licht. Maar ik kan je nu nog niet helpen. Je bent in mijn stad geweest. Heb je iets vreemds gezien? Ja, hallo, het is allemaal spoken daar, man. Maar Elisa die zegt, nee. Toen jij hier aankwam, toen zijn er wilde Nexomon helemaal gek geworden door mijn stad. Het is gebouwd op een begraafplaats van Nexomon. Wil je mijn hulp? Dan moet je 3 monsters gaan vangen, verslaan, weet ik niet. We moeten in ieder geval iets doen met 3 monsters. Oh, er zijn Nexomon spoken nu gekomen en die moeten we verslaan. Wat wil jij van mij? Oh, hij wil Nexotraps hebben. Holy moly, we moeten 10 Nexotraps trappies voor hem vinden. Maar dan krijgen we wel een XP booster. En dat is wel wat je wil. Ik heb er nog 10 voor hem. Alleen dan kan ik zelf niks meer vangen. Maar oké, ik wil die XP booster. Ha, nu kan hij ook een tamer gaan worden. Hey. Oh, hij is er gelijk vandoor. Oké, doei. Wacht even. Heeft hij mij nou betaald of niet? Waar is die XP booster? Ik zie hier niks staan. Volgens mij heeft hij mij mijn shit niet gegeven. Nee. Beter komen we deze guy nog een keer tegen. Oké, en nu? Er moeten 3 Nexomon hier zijn die helemaal loco zijn. Wacht even, volgens mij is dit er 1. Yo man, what up? Wie is dit? Denk je dat ik bang ben voor jou? Pak aan! Oké, hij krijgt toch wel serieuze klappen. Wat is dit? Wat is dit voor een zieke aap? Oké, let's go, let's go, let's go. Monkepow. Klinkt episch, Monkepow. Hij heeft 95 HP.
Ja, dit ging niet echt goed. Ik deed de verkeerde aanval. Fireclaw! Nog een keer! Let's go! Pak hem! Oh, we klappen hem wel heel hard, hoor. Zou ik hem ook kunnen vangen? Nee, ik kan deze niet vangen. Deze moeten we verslaan. Ja, lekker! Ik laat ook Griff nog eventjes van deze partij genieten. Hoppakee. Ja, hij was geburnt. Dus nu is hij kapot. Waarom krijgt Griff geen XP? Ik snap het niet. Griff heeft hem niet geklapt of zo. Ja, dit is nummer 1, jongens. Dit was nummertje 1. En deze katbroeder die zegt, ja, ik ben hier veel te oud voor. Mijn naam is Ron. En deze Nexomon die was me aan het opjagen. Oh, we krijgen een vault key. Een sleutel voor Spencer's Fortune. Er zijn 9 ondergrondse kluizen. En je hebt deze sleutels nodig om die kluizen te openen. Oeh, nice. En er zou er eentje moeten zitten in een grot ten oosten van de Immortal Citadel. Oké, thanks voor de tip. En tot ziens. En ook tegen jullie zeg ik tot ziens. We moeten nog 2 monsters pakken. Dat gaan we doen in de volgende aflevering. Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En wil je iedere dag Nintendo video's? Ja, dan moet je belletje aanzetten. Mazzel!